Het is heel raar. Ik ben de oudste kleindochter van mijn oma. Ik ben heel veel bij haar op bezoek geweest. Na schoolse opvang heeft zij voor ons geregeld of gedaan. Zij heeft me heel veel dingen geleerd, heel veel gaan logeren. Op het moment dat je dan ziet dat dat bij haar wat achteruit gaat, dat zij dingen niet meer weet, euh, niet goed niet meer weet wie ik ben of mijn naam niet meer kent, niet meer weet of ik twee of drie kinderen heb. Als die dingen beginnen opvallen, dan doet dat wel even pijn. Uh, ik denk ook dat het belangrijk geweest is dat ik dat kon kaderen, ook op, op, met hulp van mijn familie, met de dingen die ik dan daarvoor al gezien had met andere grootouders en met andere familieleden. Dat ik eigenlijk wist van, dit is dementie, dit is iets waar ik mij niet over moet schamen, waar mijn oma zich niet over moet schamen. Um, ik, ik merk dat de manier waarop je er zelf mee omgaat, ook een stuk leert hoe dat je met dat verdriet en dat afscheid nemen omgaat. Op een bepaald moment heb ik echt moeten leren van dat is mijn oma, maar ik mag daar niet meer van verwachten wat ik tien jaar geleden van mijn oma verwacht had. De, de zorgzame ondersteuning is dan eigenlijk weggevallen. En dat is een stuk afscheid nemen. Dat is niet prettig, dat is niet gemakkelijk, maar dat moest. En ik denk ook op het moment dat ik mijn oma met mijn dochter zag spelen, dat ganzenbord. Waar zij alle twee nieuwe spelregels aan elkaar aan het vertellen waren, ja, dan kan je op twee manieren reageren. Je kan dat heel triestig en, en heel veel verdriet rond hebben. Maar ik vond het op dat moment wel heel mooi dat zij met elkaar daar eigenlijk een evenwicht in vonden. En ik, ik heb ook in het verloop van het proces altijd dat respect bewaard en eigenlijk geprobeerd om te zien wat zij nog wel kan, eerder dan de dingen die zij eigenlijk niet meer kan. Ik heb ook altijd geprobeerd om haar heel objectief en positief te benaderen en niet uh, kleinerend te zijn of te zeggen van zeg, weet jij dat nu niet meer? Om eigenlijk te proberen om haar positief te blijven benaderen, lief te blijven zijn. En eigenlijk is die rolomkering dan een stukje gekomen, dat zij eigenlijk wat afhankelijk werd van wat ik mij voorstelde en omgekeerd. Die afstand is wel groter dan haar eigen zoon of dochter, maar als kleindochter heb ik daar toch wel even mee geworsteld.